Hallo! Een nieuwe wekelijkse challenge. Summertime in a my city. Elke week twee redacteuren en de verliezer die blijft staan. En ik ben de grote verliezer tot nu toe, want ik sta hier voor de derde keer. Oh, ik ben zo blij! Oh, jij niet? Yes! I knew it! Toen moet ik weer zo'n challenge gaan doen. Maar naast mij staat Bas. Ja. Dit is jouw eerste Beam video ooit. Aan jou de eer om een challenge te graaien. En beter doe je een goeie. Ga bij 5 mensen op schoot zitten. Oh, okay. I know it! De eerste die het lukt, wint. En ze moeten niet van Beam zijn. Okay. Wil jij beginnen? Ik begin wel. Oké, begin jij maar. Okay. Leuk Bas, want niemand kent jou nog in het gebouw. Mag ik nog even één vraag? Ik moet bij 5 mensen op schoot gaan zitten. Hoef maar 1 seconde. Oh. Mag ik? Zeker. Zeker. En dat is 2. En we gaan door. Oh, meneer, ik moet voor Beam Challenge bij 5 mensen op schoot gaan zitten. Kom maar. Yay. Nou, 3. Dank u. Hallo, ik heb een gek vraag. Ik moet bij 5 mensen op schoot gaan zitten. Mag ik bij u? Mag even? Nee, ja. Oh, nou vooruit. Jouw volgende. En de laatste. Ja, dag. Ja, dag. Heb je het nu al gedaan? Mm-hmm. Het was een hele goede tijd. Sorry, mag ik je heel even storen? Mag ik heel even een seconde op je schoot zitten? Dat moet voor een filmpje. Ja, het is niet de eerste keer, dat weet ik. Oké, 1. Dankjewel. Johan. 2. Thanks. Aad, mag ik heel even op je schoot zitten? 3. Top. Mag ik ook heel even op jouw schoot zitten? Oh ja, mag wel hoor. Oké, 4. Top. Mag ik heel even op jouw schoot zitten? Snel, ja, snel. Oké, 5. Bam, stop de tijd. Bas, ik ben er alweer. Ik weet niet wat jij volgende week doet, maar volgens mij zit jij volgende week in een challenge. Bas had echt een steengoede tijd. Joran had ook een steengoede tijd. Je gaat me niet vertellen dat ik weer verloren heb, echt. Bas had een tijd van 1 minuut en 0,4 microseconden. Ik heb verloren. Nou, en Joran had een tijd van 46 seconden. Boom! Ik lig eruit, ik lig er altijd uit, maar ik ben er eigenlijk een keer blij mee. Bedankt, bedankt voor je felicitatie. Nee, succes. Gefeliciteerd, hè. Thanks. Ik ga er vandoor, jongens. Bedankt voor het kijken. Volgende week een nieuwe challenge met Bas. Weet je nou nog een leuke challenge? Drop hem hieronder. Tot later.